Het compleet vernieuwde Amsterdam begon het seizoen tegen Oranje-Rood in het eigen Zonnige Wagener. Is het al snel raak hier via Boris Burkhardt. Na 10 minuten de openingsgoal voor Amsterdam. Kon hij niet uit het boekje is. Schoenmaker zit er nog bijna aan. Maar hij is voor Burkhardt de topscorer van het vorige seizoen. Toen maakte hij er 21, terwijl Amsterdam maar 40 doelpunten maakte. Amsterdam werd 8e in dat schrale jaar. Dat moet dit jaar beter. En voortvarend is het in ieder geval wat Amsterdam laat zien in het eerste kwart tegen Oranje-Rood. Want ook die 2-0 valt snel. En weer is het Burkhardt uit een rebound van zijn eigen corner. Walter is het zicht op de bal kwijt. De nieuwe keeper van Oranje-Rood. Hij gaat het samen met Niki Verbeek doen. Keeperstalent dat vandaag geblesseerd was. Zij moeten Pim en Blaak vervangen. Wat een taak in het doel van Oranje-Rood. Waar de Olympisch kampioen dus vertrokken is. Wil wel beschikken over Joep de Mol en Tijmen Rijngaal, die ook goud meenamen uit Parijs. Bij Amsterdam is het Floris Middendorp. Vandaag als Olympisch kampioen aanwezig in de selectie. Amsterdam komt hier op 3-0. Begin van kwart 2. Is het weer Burkhardt. En dat is eigenlijk wel een hele verrassende tussenstand. Als we kijken naar de lastige tijd die Amsterdam achter de rug heeft. Die 2 achtste plaatsen die nog vers in het geheugen staan. Er zit al een hele mooie opsteek en ook slecht verdedigd door Oranje-Rood. Dat staat erbij en kijkt erna. Dat was wel een beetje het verhaal van de eerste helft. Hier een hoge bal. Oranje-Rood de tas mis. Stijns Bisschop pikt op. Geen strobreed in de weg gelegd. En een blunder van Walter. En de 4-0, ja. Amsterdam juicht. Het is ook kinderlijk eenvoudig soms hoe de goals erin vliegen. Het leek wel een schiettent in de eerste helft. Alles was raak. Ook deze toch ogenschijnlijk makkelijke uithaal van Stijns Bisschop. En daarmee is de koek niet op. Oranje-Rood op de pijnbank gelegd door Amsterdam. Gesloopt in die eerste 2 kwarten. Hier Dayaan Cassiem. Een van de 2 nieuwe Zuid-Afrikaanse broers die zich meteen lieten gelden. Speelden prima wedstrijd allebei. Bij Amsterdam dat fris en fruitig was. Niet bepaald te zeggen van Oranje-Rood. Dat werd overlopen. Hier weer de oudste Cassiem met een backhand. En daar ligt Burkhardt precies op de goede plek. Om voor de 5e te tekenen. Nog nooit kreeg Oranje-Rood er meer dan 5 tegen in een uitwedstrijd. En dat aantal is nu al bereikt in de eerste helft. Spijkerharde backhand. En netjes voor het eigen lichaam gepakt door Burkhardt. Dus zomaar 4 goals meenam uit die eerste helft. Die nog niet voorbij is als de Stokbroeks hier voor een spaarzame aanval zorgt voor Oranje-Rood. Daar zal nog een corner aan overhouden. Precies in het rustsignaal. Reyenga sleept en die bal komt hier op de lijn. En op een lichaam die op die lijn staat. En daardoor een strafbal voor Oranje-Rood. Galema. Pusht hem hier prima binnen, maar kan er amper blij mee zijn met die 5-1. Gigantische achterstand dus voor de ploeg die vorig jaar lang eerste stond. De halve finales van de play-offs haalde. Hier een goede kans op de 5-2 weer Galema. De redding is uitstekend en op een lekker moment van Joren Romeijn. Want hij voorkomt dat Oranje-Rood terugkomt in de strijd, dat er weer een wedstrijd van gemaakt wordt. Amsterdam... schakelt een paar tandjes terug, maar Veef vervolgens wel bijna de 6-1 binnen. Huissen, debuterend ook bij Amsterdam, overgekomen van Kazet. Had hier bijna voor zijn persoonlijk succesje gezorgd. Het laatste kwart is dan inmiddels bezig als Amsterdam alsnog uitloopt. Deze er niet in. De rebound wel van Brent van Bijne. Zijn naam staat niet helemaal goed op zijn shirt. Nog even... puntje van kritiek dus voor Amsterdam. Niets om aan te werken. En dat geldt ook voor Tobias Walter, de arme keeper van Oranje-Rood, die deze rebound ook wel heel knullig weggeeft. De koek was nog niet op. Hier een schitterende bal van de ene Cassiem op de andere. Dayaan Cassiem komt heel lastig uit, maar krijgt er toch in. Uit een onmogelijke hoek scoort de Zuid-Afrikaan deze 7-1. Op basis van zijn broer Mustafa. Hij krijgt veel ruimte, maar dan is het toch wel heel knap hoe hij hier de bal erin schiet. En weer niet lekker gekiept daardoor Tobias Walter. Die met Oranje-Rood met 7-1 maar liefst verliest bij Amsterdam. Een afstraffing voor de topploeg uit Eindhoven op de eerste speeldag.